FC Groningen moet de bekeruitschakeling door FC Twente snel vergeten, want zondag wacht alweer de volgende thuiswedstrijd voor de competitie tegen FC Utrecht. Ja, je hebt wel even een nachtje slecht van slapen weer. En de laatste weken half dit seizoen hadden wij te veel gedaan. Maar ja, we hebben niet veel tijd, dus we moeten de kopjes weer oprichten en op naar zondag. En, dan wacht weer een lastige wedstrijd. Wat voor rol kun jij daar als aanvoerder in spelen? Ja, je moet de jongens, kijk, voor mij, of ik nu wel of geen aanvoerder ben, ik doe gewoon hetzelfde, net zoals hiervoor. En ik probeer de jongens altijd te helpen. En als het een keer met geschreeuw moet, moet het ook een keer met geschreeuw. En als het een keer met de eye of the ball moet, moet het een keer met de eye of the ball. Dus weet je, dat maakt niet zoveel uit. Alleen we moeten bij elkaar blijven. En niet naar andere wijze dan zelf kijken. En dan heb ik nog steeds vertrouwen dat het goed komt. Is jouw rol nu ook anders, nu je aanvoerder bent? Ja, voor mijn gevoel niet. Alleen jij misschien iets met verantwoordelijkheid nog. Alleen ik wist dat ik tweede aanvoerder was, dus dat de kans aanwezig was dat ik door zou schuiven. Alleen ja, nogmaals, ik ben er blijven Mike gewoon en of ik nou wel of niet die band om heb. Ik ben wel iemand die dingen neerzet en regelt en dat heb ik altijd gedaan. Dat probeer ik altijd te doen. Dus ja, dat maakt die band niet zoveel uit. Jeffrey Chabot viel tegen FC Twente geblesseerd uit. Het is de vraag of hij zondag weer fit genoeg is om in actie te komen tegen FC Utrecht. Dat durf ik niet te zeggen, maar oké, hij had wel behoorlijk last waardoor hij niet doorkomt. Dus dat zal een groot vraagteken zijn dan denk ik op dit moment richting zondag. Voor zoals dat zo lang er nog geen kruis doorstaat, maar ik denk sowieso een groot vraagteken. En andere jongens ook wat lichte klachtjes opgelopen. Dat zie je ook vaak in een fase dat het moeilijker gaat en tegen zit. Deo Fijsio Zeefuik ontbrak tegen FC Twente door een schorsing en bekeek de wedstrijd tussen de FC Groningen supporters. Ook tegen FC Utrecht is hij geschorst, net als Aydin Rustic. Utrecht heeft natuurlijk sinds vorige week een nieuwe technische staf. Ze zijn ook anders gaan spelen dan dat ze voorheen deden. Dus ja, het is ook misschien even lastig inschatten met wie zij komen. Ze hebben ook vandaag een bekerwedstrijd. Maar oké, normaal gesproken Utrecht had iedereen verwacht aan het begin van het seizoen de top 6, als ik het zo mag zeggen. Misschien gezien de selectie die ze hebben. Zit ook in een mindere fase. Oké, ik denk dat wij niet te veel met Utrecht bezig moeten zijn. We hebben onze handen vol aan onszelf op dit moment. Ja, weet je, je moet je rug rechten, hoe moeilijk het ook is. En, het is lastig als je weer verloren hebt. Alleen, er is maar één manier en dat is zondag het volle bak voor gaan. En dan moet ook een keer de goede kant opvallen. Dan moet je wel zelf afdwingen. Dus daar moeten we vol voor gaan. Eén ding is zeker, we verschijnen in ieder geval met de 11 man aan de aftrap zondag.